deze aflevering van Cor op Pad ga ik op bezoek bij een hele bijzondere dame die op een heel bijzonder muziekinstrument speelt, namelijk de mondharmonica. En is gelijk ook nog de beste van Nederland, Hermien Deurlo. Oh, de deur staat al open. Dat zei ze ook, want ja, de bel is kapot, zoals al heel vaak in Amsterdam. En nou, de deur staat gewoon open. Nou, oké. Hermien! Hoor je me? Hermien! Zit je hier? Ja, Cor. Hermien. Hier zit ik. Ja, ik zit helemaal bovenin. Hallo. Dit is jouw werkhok? Dit is mijn werkhok. Ja. Leuk, wat leuk. Ja. Helemaal bovenin. En heb je dan nergens last van? Ik bedoel, niemand heeft last van jou. Niemand heeft last van mij, dat is belangrijk. Dat is zo. Ja. Nou ja, mondharmonica is ook heel erg zacht. Hè. Dus je kan het om 4 uur 's nachts spelen. Maar, ik vind het even het mooiste instrument. Hoor. Weet je dat? Ja. Nou. Maar voor, ik loop altijd met een cadeautje en loop ik te... Ongeveer het hele gesprek hou ik het cadeautje vast. Nu geef ik het eens een keertje meteen aan jou. Wat geweldig. Wat denk je dat het in zit? Ik heb geen mondharmonica. Nee. Hoeveel mondharmonica's heb je? Ja, een stuk of... ik heb er laatst wel wat weggegooid, maar toch 60 of zo. 60? Ja, prachtig. Oh, fantastisch. Mooi. In het huis van de dichter is een heel mooi boek over... Ah, leuk. Dat is een opdracht. En een opdracht. Geweldig. Dat is echt heel mooi. Als je... Hey, luister eens. Ja. Nou ken ik jou al heel wat jaren. Mm-hmm. Maar we hebben eigenlijk helemaal niet zoveel samengespeeld. Nee, maar dat wel is... een stuk of 3 keer. Ja, dat is toch schandalig? Ja. Zoveel jaar dat we elkaar kennen. Terwijl je ook in Amsterdam woont. Ja, dat is eigenlijk schandalig. Want, dames en heren, Hermien, die speelt al 17 jaar de muziek van een reclamespotje. Oh ja. Ja, ik denk wat iedereen kent. Dus iedereen. En zo, Hermien Deurlo, dan moet ik eens even goed denken. Wie is het? Nee, iedereen kent jou. Namelijk met. Heb je je. Ik zal het eens even spelen. Even, daar gaan we weer. Ja, dat moet je altijd even spelen. Dan komt die. Oftewel, de Unox reclame, mogen we wel zeggen. Geweldig, maar hoe kom je nou bij zo'n reclame? Hoe werkt dat nou? Mondharmonica is natuurlijk bij uitstek een soort filmmuziekinstrument. Het wordt vaak als dingetjes, apart dingetje gebruikt in films, maar ook in reclames. Ja. Dus ik had al een aantal reclames ingespeeld en dat vind ik altijd heel erg leuk werk. Hè? Je komt de studio in, je speelt een deuntje. Het is vaak weer steeds weer wat anders en grappig. En meestal is het ook heel snel, heb je het erop staan en mag je weer naar huis. En, dit was bij Reinder van Zalk. Die heeft een hele mooie studio in Amsterdam bij Zuid. Ja. En die heeft dan een klein dingetje had hij opgestuurd. En het moest ook echt een beetje toetsachtig worden. Een beetje Amsterdam gezellig, weet je wel. De associatie ook. En dus dat heb ik ingespeeld. Ja, ik heb natuurlijk een beetje veranderd, de melodie. En een paar dingetjes erbij gespeeld. Ja, maar het tweede lijntje is van jou, hè? Het eerste lijntje is van hem. Improvisatie is dat, hè? Ja. Want jij hebt een chromatische. Ja, daar zit dan zo'n schuifje. Je hebt verschillende types mondharmonica. Maar dan kan je ook de halve tonen kan je doen. Ja, he? Je hebt eigenlijk een ladder van C en een ladder van C's. Maar ja, dat zijn eigenlijk... Bij elkaar heb je dan de witte en de zwarte toetsen. En toen dacht ik, nou, ik weet wat de witte en de zwarte toetsen zijn. Dus dat moet ik kunnen. Ja. Nou, ik kan het helemaal niet. Waarom is het nou zo moeilijk? Leg jij nou eens uit. Ik vind het niet zo moeilijk. Ik vind het inderdaad niet zo moeilijk. Maar het is, ik zie het niet als een makkelijk instrument. Ik zie het gewoon als een saxofoon of een klarinet. Ja. Je moet toch wel hard studeren. Maar kan je eens laten horen? Ja. Een normale diatonisch heet het dan, hè? Met zuigen en blazen. Er zijn mensen die supergoed diatonisch kunnen spelen. Ja. En ik kan dat weer niet. Maar dat is dan weer een vak. Gewoon, maar dit hier zit op ieder vak zitten 4 nootjes. Dus je blaast, je inhaleert en je doet een schuifje in een... Steeds 4 per... Ja. Ja, maar het is al zo knap, omdat die gaatjes zijn zo knap. Ja. 1 toontje tegelijk, want je hoort altijd... Dat is dan weer de moeilijkheid. Want je hoort... Ja,
dat hoor je ja, altijd. Je hoort altijd de hele akkoorden. Ja, dat kan. Maar dat is eigenlijk ook niet zo mooi op dit instrument. Maar dan kan ik me voorstellen dat iedereen, omdat natuurlijk, ja, je denkt meteen aan toets. Dus ja, iedereen identificeert jou ook met toets. Ja. Heb je daar last van gehad? Of heb je ik heb er soms last van natuurlijk. Je wil ook je eigen weg gaan. En ik heb ook heel lang, ben ik heel ver weggebleven van die toetswereld en zijn melodieën. Ik maak ook allemaal eigen cd's met eigen stukken en zo. Maar ja, wat je ook doet, hoe anders je ook klinkt, mensen zeggen toch meteen of Stevie Wonder of toetsen. Ja. Maar nu vind ik het dus helemaal niet meer zo erg. Ik vind het ook ontzettend leuk om de stukken van Toets te spelen af en toe. En je herdenkt hem nu ook, want hij leeft niet meer. En dan blijven die stukken leven. En mensen willen het zo graag horen. Ja. 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 Bijvoorbeeld de aller... We zijn daar toch in Amsterdam. Ja. De allerbekendste... Ik ga hem even door een microfoon spelen. Ja, doe je dan. Dat hoort er eigenlijk bij. Hè? Je weet toch wat ik bedoel, hè, natuurlijk. dan komt hij hoor. Dat is toch geweldig? Maar dat heeft Jurre Haanstra heeft dat gecomponeerd, hè, volgens mij. Ja, en Toets heeft dat precies, wereldberoemd gemaakt. Ja, het leuke eigenlijk is, Toets heeft wel met een aantal, vooral met Rogier van Otterlo, maar ook met Jurre Haanstra, met een paar Nederlandse componisten behoorlijk succes gehad. Daar heb je ook de muziek van, ik ben zo alleen de naam kwijt. Er was vroeger zo'n, had je dit? Met zo'n hele grote, want je hebt hele verschillende types. Je hebt ook zo'n soort bas mondharmonica. Ja, je hebt ontzettend veel. Je hebt ook akkoorden, grote akkoorden mondharmonica's. Mondharmonica's met twee. Twee dingen. Ik heb die bas mondharmonica. Oh ja, oh, nou, ik heb een bas mondharmonica. Je hebt heel verschillende types. Je had ook mondharmonica kwartetten, hè? Ja, dat was heel beroemd in de jaren 50. Die speelde dit soort liedjes. De Harmonicats of zo. Fata Morgana. Je hebt er meerdere. Leuk, hoor. Ja, dat was toen heel populair. Wordt nu weer... Even, ik ga even zoeken. Ah, kijk eens. Ja, dit is... Zo'n ding, hè? Oh, dit is echt een bas. Ja, kijk eens. Ik heb een tijdje geprobeerd te spelen, maar dat is nog niet helemaal goed gelukt. Geweldig. Kijk, hier heb je hem. Ja. Laag, hè? Alleen, het punt is, dit is grammatisch dan eigenlijk, maar dan moet je... Weet je, moet je heel erg gaan springen. Ja, want dat weet ik nog van die... Nou ja, maar... Ingewikkeld lijkt me dat. Ik kan dat dus nog niet. Maar, wel te gek. Ja, dat is mooi. Nou, daar doen we natuurlijk altijd in Cor op Pad, doen we altijd nog een liedje samen. We hebben natuurlijk al eventjes wat gedaan, maar als ik het mag zeggen, ik vind Toets Tielemans, als we toch even bij Toets blijven, die heeft zulke mooie liedjes, bijvoorbeeld Blues, dat kent iedereen. Ja. Maar ook een heel mooi liedje, It's Hard to Say Goodbye. Ja, is prachtig. En dat geldt voor mij ook als ik straks weer weg ga. Ja. Zullen we die doen? Ja, is goed. Die vind ik zo mooi.
mooi. Yeah. Ja. Nou, hartstikke bedankt. Ja. Tot de volgende keer.